Dag Sint Maarten. Ik stoor toch niet? Hey, dag Michiel van de erfgoedcel. Kom binnen, jongen. En ga eventjes zitten naast mij, kom. Hoho, dag vrienden en vriendjes. Zijn jullie er ook? Wel, Michiel, wat kan ik voor je doen? Ja, Sint, gingen we een keer niet gaan kijken naar een van uw huizen in de streek? Dat is waar, ik was dat helemaal vergeten, Michiel. Laten we vlug een reis maken, een reis door de hemel. En we gaan naar Berlare. Berlare, perfect. Het wordt zelfs een tijdreis. Naar, om te beginnen, bijna 500 jaar geleden. Het midden van de 16e eeuw. Want toen is dit beeldje gemaakt dat je hier ziet. Herken je mij? Dit massief gegoten geel-koperen beeld is zo zeldzaam dat ze het niet standaard uitstallen in mijn huis. Het is heel zwaar, maar wel klein. Zo kon het in 1566 gered worden van de beeldenstorm. Toen kwamen de protestanten naar hier om de kerken kort en klein te slaan. Ja, ze moesten niet veel weten van die heiligen en al hun wonderen. Maar iemand heeft het beeldje, omdat het zo klein was, kunnen verstoppen. Gelukkig hebben ze het teruggevonden, ter hoogte van de preekstoel, daar in de zoldering. Nu ja, Michiel, tussen de protestanten en mij is het achteraf wel goed gekomen, hoor. Want weet je wie er de patroonheilige is van de protestantse stad Utrecht? Hè? Ik, Sint Maarten. Dus je ziet, nooit wanhopen als er iets verkeerd gaat. Het kan altijd weer goed komen. Daarnet zaten we in de 16e eeuw. Nu gaan we naar de 19e eeuw. Deze kerk was hier al van in de middeleeuwen, maar hij was in de jaren 1800 heel bouwvallig geworden. Een hoop stenen, niet veel meer. Gelukkig zijn ze dan met man en macht beginnen werken om de kerk weer een eer te herstellen. Het heeft een tijdje geduurd hoor, maar uiteindelijk, tegen het begin van de 20e eeuw, was het werk helemaal klaar. Kijk, dit is van toen, 1915 of zo. Dit beeldhouwwerk kwam toen uit een Gents atelier. Het toont enkele momenten uit mijn leven in de 4e eeuw. Daar gaan we nu naartoe op onze tijdreis. Kijk, zo zag ik eruit op mijn 80ste. Ik was toen bisschop. Daarom ook dat ze mij zo chic hebben gemaakt. Goh, dat was wel een beetje tegen mijn zin hoor. Want ik heb altijd veel meer sympathie gehad voor de mensen die het niet zo goed hebben. De zieken en de armen. En niet te vergeten, de kinderen natuurlijk. Helaas, op 11 november 397 in het Franse Tours werd ik naar de hemel geroepen. En toen deed ik nog een laatste mirakel. Ook al was het bijna winter, alle bloemen begonnen weer te bloeien. En nu nog zeggen ze in Frankrijk, als het een mooie nazomer is, c'est l'été de Saint-Martin. Het is de Sint Maartenszomer. Wow, Sint Maarten, wat een reis. Ja, zeker, Michiel. En als jij of jullie nog eens zin hebben om met mij weer eens op reis te gaan, je moet niet wachten tot 11 november, hoor. Je vindt mij misschien wel terug in een van die vele Sint Martinuskerken hier in de streek of langs de Sint Martinuswandelroute. Dus wie weet, Michiel, vrienden en vriendjes, tot ziens.